Gertje van Beek, hoe is het met de bekerkoorts in je selectie? Nou, we hebben geen bekerkoorts. We hebben wel koorts van de griep. Danny Holla ziek. Dus dat is een sneeuwbak. Maar afijn, het is niet anders. Maar leeft het verder een beetje, die bekerwedstrijd? Want het is toch een unieke kans om de halve finale te bereiken. Nou, ik moet eerlijk zeggen, we hebben gisteren nog uiteraard het pijnlijke verlies tegen PSV moeten verwerken. Dat hebben we ook gedaan. En vandaag is alle aandacht gericht op de bekerwedstrijd. En we gaan ook na de training het hotel in de Lut om ons goed voor te bereiden. We nemen deze wedstrijd absoluut hartstikke serieus. Want het is natuurlijk dat hebben we gezien hier thuis tegen Ajax voor de beker, wat het los kan maken. En je bent ook dicht bij de halve finale, maar dan moet je wel van Cambuur winnen. Tegelijkertijd vecht je in de competitie nog voor lijfsbehoud. Hoe weeg je die twee verschillende belangen af tegen elkaar? Niet. Nee? Je leeft van wedstrijd naar wedstrijd en nu is deze wedstrijd belangrijk. En ja, het kan bijvoorbeeld zijn dat een speler één wedstrijd zou kunnen spelen in de week. Laat je hem dan in de competitie of in de beker spelen in zo'n geval? Waarom kan een speler maar één wedstrijd spelen in de week? Nou, als hij net terug is van een blessure bijvoorbeeld. Die hebben we dan niet? Nou ja, de Holla is er inderdaad niet bij. Dus inderdaad, je hebt gelijk. Tesker misschien? Ja, maar die heeft toch zaterdag niet gespeeld? Maar dat kon met het oog op deze bekerwedstrijd zijn. Maar... Ja, maar jij zoekt nog iets wat er niet is. Dus nee, daar hoef ik me daar niet druk over te maken. Nee, dat klopt. Cambuur is de nummer 11 van de Jupiler League. Zou je in het algemeen het niveau van de middenmoot Jupiler League afzetten tegen onderkant Eredivisie? Nee, maar in zo'n wedstrijd gaat daar niet op. 1-1 dat te vergelijken. Het is zo dat Cambuur inderdaad wisselvallig presteert. Zeker in het begin van de competitie. Maar daardoor is ook de trainer gesneuveld. Nou hebben andere mensen het voor te zeggen. Die spelen ook weer wat anders. Hebben weer andere gedachtes. Waarin Cambuur toch weer een wat positievere input heeft gekregen. Want ze, ondanks dat het nog wel wat wisselvallig is, hebben ze nog wel vooral thuis de punten gepakt. Nou, ze variëren. Ze kunnen inderdaad 3-5-2 spelen. Ze kunnen 4-3 spelen. Dus ze zullen ons ook goed geanalyseerd hebben. Ze zullen deze wel ook hartstikke serieus nemen. Hè, want ook hun seizoen kan hiermee een goed vervolg krijgen. Hè. Ze hebben ook verleden jaar de halve finale gehaald. Hè, dus dat zegt al wat over de wijze waarop hun in de beker kunnen pieken. Hè. Toen werden ze uitgezaagd door strafschopen, notabene aan het eind van de wedstrijd van AZ. Waardoor AZ in de finale kwam. Dus in die zin is het absoluut geen te onderschatten tegenstander. Hè? Maar wij zijn er absoluut op gebrand om deze wedstrijd in de volle 90 minuten te beslissen. Ja, jullie zijn wel de grote favoriet voor deze wedstrijd. Brengt dat nog een andere soort druk met zich mee dan anders? Op basis van het feit dat wij in Eredivisie spelen en Cambuur in de Jupiler League, is dat inderdaad de favoriete rol. Maar zo ervaar ik dat niet en ik heb ook niet het idee dat mijn spelers dat zo ervaren. We zullen misschien wel wat meer gedwongen worden het spel te maken en dat ligt aan de strijdwijze van Cambuur. Nou, ook daarin is het een interpretatie, hè, maar dat zal ook aan ons spel liggen. Ik ga er inderdaad vanuit dat wij de bovenliggende partij zijn en dan moeten we het maar zien af te maken. Nog heel even over zaterdag, want toen heb je heel veel losgemaakt met je uitspraak over het scheidbakken voetbal van PSV. Hoe kijk je daar nu op terug? Ja, zoals het altijd is, dat als je een lang verhaal houdt en je eindigt met zo'n citaat, dan wordt dat oncollegiaal ervaren of zo. Maar dat had meer te maken met de wijze waarop het journaal eigenlijk PSV een veer in de kont staken en ons eigenlijk afkraakte. Hè. Wij zijn nummer 16 en wij speelden tegen de koploper. Waarin we de koploper tot aan de 83e minuut hartstikke moeilijk hebben gemaakt. Hè. De 2-0 viel pas in de 87e minuut. Ja, en zij hebben heel angstig gespeeld, ze hebben angstig gewisseld. Ja, en dan nemen ze mijn ploeg kwalijk dat wij op een gegeven moment... Dus die lullen alleen maar het resultaat aan. Nou ja, en dat is de media op dit moment. En daar weer ik mij tegen. Ik pas me daar ook niet op aan. Ik heb al eerder gezegd, de wijze waarop PSV voetbalt spreekt mij niet heel erg aan. Maar ze zijn wel heel succesvol. Dus het was ook geen kritiek zozeer op de speelwijze van PSV. Want die is alles is te verdedigen. Ze zijn nu ook weer uitgelopen. Maar de wijze waarop de journalisten ermee omgaan. En op de tribune hoor ik dan wel dat ze heel negatief zijn. Zeker toen Lucas erin kwam. En dat ze al niet tevreden waren over het spel van PSV. Ja, en dan hoor je dat na de wedstrijd niet weer omdat 2-0 is. En ze poeslieven aardig zijn voor mijn collega Philip Cocu. Terwijl ik alle shit over me heen krijg. Ja, dan denk ik van, oh, wacht even. Daar ben ik zelf bij. En dan heb ik ook het recht om me te verdedigen zonder daarbij excuses te zoeken. Tot slot, je liet net nog doorschemeren dat Twente nog zaken gaat doen op de transfermarkt. Wat kun je erover zeggen? Dat zei ik al. Ze vroegen mij of er nog wat ging gebeuren. Ik zei, zou zomaar kunnen. Vandaag tussen 1 en 5. Wacht het af.